Hey, leuk dat je kijkt naar de basisdienst van deze week. We houden je graag de hele week op de hoogte van alles wat er in de basis gebeurt. Volg ons op social media of ga naar de website waar je alle diensten nog eens rustig terug kunt kijken. Maar voor nu, laten we gaan kijken naar de basisdienst van deze week. It's a new day, oh it's a new time and there's a new way, I'm gonna live my life all. New day. Goedemorgen allemaal. Deze ochtend in de basis. Fijn om jullie weer te zien. Heerlijk dat we zo weer samen kunnen zijn. Fijn dat jullie allemaal weer hier zijn gekomen. Dat jullie dit aandurven. Nou, volgens mij hebben we goede maatregelen getroffen. Dus gaat het allemaal lukken vanmorgen. En heerlijk om elkaar weer te zien. Misschien dat je denkt van, goh, wie zit er naast me? Ik zou zeggen, kijk even om je heen. En groet elkaar even. Maak het niet te klef. Misschien kun je even hallo zeggen tegen je buurman of buurvrouw. Dat is toch wel uniek? Misschien heb je in lange tijd al niet zulke fijne mensen gezien. Ja, we hopen vanmorgen een mooie ochtend te hebben met elkaar. En dat we weer samen iets mogen ontdekken van wie God is en hoe God is. En dat we iets van Hem mogen gaan ontdekken vanmorgen. En ik ben enthousiast over God. Ik heb God mogen leren kennen in mijn leven. Ik ben christelijk opgevoed, maar dat betekende voor mij niet dat ik iets met God had. Dat is pas later gekomen, dat ik echt God heb ervaren in mijn leven. En sindsdien ben ik een heel enthousiast en blij mens. En ik hoop dat je dat ook gaat worden, een dag. Misschien ben je dat ook gewoon. Heerlijk. Vanmorgen hebben we een actie en dat heet Vriend van de Basis. En ook als je online meekijkt, kun je daar ook aan meedoen. Maar hier hebben we in ieder geval flyers liggen.
op de stoelen. En jullie hebben ze misschien al zien liggen. We hebben vanmorgen die actie, want we leven eigenlijk al alle jaren dat we basis zijn, leven we al van giften. Dus gewoon mensen die vrijwillig iets geven, zodat we het mogelijk kunnen maken om hier 's morgens deze ochtenden te organiseren. En dus als je daar aan mee wil werken, dan zouden we je heel erg dankbaar zijn. En ook als je daar al aan mee werkt, dan is dat fijn. Als je misschien een maandelijkse gift zou willen geven, op het formuliertje staat €5, dan kun je al vriend van de basis worden. En vandaag hebben we er iets leuks aan gekoppeld. Want als wij 75 aanmeldingen krijgen die ons gaan steunen, dan gaan wij van die 75 mensen, of je dat nou online doet of hier in de zaal, gaan wij daaruit 3 mensen uitloten en die mogen een rondvlucht gaan maken. Met een vliegtuigje. Leuk, hè? Met z'n drieën in het vliegtuigje met Peter. En dan ga je gewoon hier vanuit Teuge een mooi rondje vliegen. Dus als je dat nou leuk lijkt, dan heb je extra stimulans om dat in te vullen. Dus als je dat hebt ingevuld of als je dat online wil doen, dan moet je kijken op www.basis.cc/gift. Daar kun je ook een maandelijkse bijdrage doen. En als je dat doet, nemen we dat mee in de loting. Als je dan vervolgens, als je hier uit de zaal vandaag komt, bij de uitgangen komt, bij de 2 hoofduitgangen komt, dan staan daar een zuil. Daar kun je ze inleveren. Dus alvast bedankt daarvoor. De volgende mededeling is de Op zoek naar God cursus. Die gaat weer starten na de zomervakantie. Maar goed, dat is over 9 weken al, dus dat gaat toch ook wel weer vrij vlot. En straks zien we jullie allemaal niet meer, dan heb je de uitnodiging gemist. Ik zou zeggen, schrijf je daarvoor in als je dat leuk vindt. We hebben een slide, daar staat de startdatum op, als het goed is. We starten op 8 september, dus dat is op een dinsdagavond. Dat begint om 8 uur, hier in de basis. En dan gaan we samen op zoek naar God. En ik hoop dat je dat gaaf vindt. Ik doe dat al jaren en er zijn heel veel mensen op zoek geweest. En hebben een hele mooie tijd met elkaar gehad. Ik hoop dat je dat ook zou willen. We hebben nog een promo ook daarvan, die gaan we even naar kijken. Ja, misschien weet je wel iemand dat je zegt, ja, ik ga daar niet heen, want ik ken God misschien al wel, maar misschien ken je wel iemand die God nog niet kent. En die misschien wel met vragen zit en dat je denkt, nou, ik vind dat wel eens lastig om dat uit te leggen. Neem dan zo iemand eens mee en misschien kun je samen gaan of nodig iemand uit in ieder geval. Het zou gaaf zijn, want het is een gave cursus, we hebben leuke ervaringen mee. We gaan met elkaar nog bidden, praten met God, voordat we verder gaan deze ochtend. Heere God, Vader van ons. Schepper van ons leven, dank u wel dat we vanmorgen bij elkaar mogen komen weer zo. Na een lange tijd van misschien wel eenzaamheid, misschien wel alleen zijn of afstand. Heer, we kunnen het best moeilijk hebben soms, van tijd tot tijd, dat we zo weinig mogen. En dat we niet goed weten wat we moeten. Heer, we willen u bidden, wilt u geven dat we iets van u mogen ervaren als we zoeken naar u. Wilt u ons vanmorgen een mooie tijd geven met elkaar? Wilt u ons helpen om het goede te doen voor mensen om ons heen? Ook in deze tijd juist, dat we er voor elkaar willen zijn, dat we willen zoeken naar wat voor een ander belangrijk is. Amen. Ja, we gaan naar het thema toe, we gaan een mooi lied luisteren, dat heet Human Rights Song. En dat is een brugje naar het thema van vanmorgen. Mooie dienst. Did you ever have this dream? One where we can all be free, treated equally. Did you ever wish for that day? One where hands will melt away and our face away. Know that you're not alone, your vision's mine.
Zo, geweldig om zo te beginnen. Dankjewel. En nog veel mooier om jullie allemaal hier te zien in de zaal. Natuurlijk een heel aantal weken waar we hier vrijwel een lege zaal hadden. En ja, dat is toch wat lastiger om alleen maar tegen de camera te praten. En nu heerlijk om weer een aantal mensen te zien en wat mensen te spreken vooral ook. En natuurlijk ook de mensen die nog thuis zijn, we passen er niet allemaal in ook. Maar misschien ook ja, voor de zekerheid, voor de veiligheid. Ben je thuis gebleven? Ik hoop dat je ook ja, vanuit huis deze dienst op een goede manier kan volgen. Ja, nou, je hoort het, hè? Vrienden van de basis. Drie mensen worden uitgeloot en die mogen samen bij mij een rondvluchtje maken boven Apeldoorn, als je dat aandurft. En de meeste mensen is dat goed gegaan. Soms heb je even een spuugzakje nodig of zo. Maar je kunt van tevoren vragen of ik geen loopings doe en zo. Dus dan komt dat allemaal helemaal goed. Het is trouwens wanneer de 100ste binnen was dat we die drie zouden trekken. Dus we gaan nog heel eventjes door tot de 100. Maar als je dat zou willen doen, vrienden van de basis voor 5 euro per maand. En wellicht dat we in de toekomst ook nog wat dingen daarvoor gaan organiseren. Juist voor de vrienden van de basis. Dat zou fantastisch zijn. Goed. We zijn gestart met een mooi nummer, Human Rights, mensenrechten. En dat hebben we gedaan ook in het kader van het thema natuurlijk van vandaag. En we starten met een nieuwe serie en die heet Met andere oren. Een aantal weken lang staan we stil bij of een film, of een boek, of een muzieknummer zoals vandaag. En dan gaan we proberen met wat andere oren te luisteren naar dat wat erin naar voren komt. Of wat daar in dat thema, wat het thema van het boek of van het lied of van de film is. En misschien ook een andere manier waarop je daarnaar zou kunnen kijken. Nou, vandaag dus het nummer Human Rights wat centraal staat. Ik denk dat we allemaal wel gehoord hebben, wel eens gehoord hebben of op school daarover gehoord hebben over de universele verklaring van de rechten van de mens. Op Wikipedia staat daar dit over. De universele verklaring van de rechten van de mens is een verklaring die op 10 december 1948 is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om de rechten van de mensen van de mens te omschrijven. De universele verklaring van de rechten van de mens is tot op heden van grote betekenis als algemene morele en juridische standaard, als vaak gebruikte bron van een nieuw internationaal verdrag of een nationaal grondwet en als basis van het werk van mensenrechtenactivisten en organisaties. Dus deze universele verklaring van de rechten van de mens heeft behoorlijk wat invloed gehad op zowel nationale wetgeving als ook op organisaties die daarvoor gestreden hebben. De verklaring is overigens, toen die werd opgesteld in 1948, niet als bindende verklaring opgesteld. Het was geen wet die al die landen aannamen. Als dat het wel was geweest, dan was het ook nooit aangenomen. En zelfs nu waren er een heel aantal landen die zich hebben onthouden van stemmen. Dus er was geen algehele consensus daarover, maar veel landen hebben dat wel ondertekend. Van de, ja, nu zijn er 193 landen, ik weet niet hoeveel landen er toen bij de Verenigde Naties waren aangesloten. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is niet het eerste verdrag dat iets over mensenrechten zegt. Het eerste mensenrechtenverdrag was het Engelse Magna Carta. Wat betekent grote oorkonde en dat dateert al van 1215. Dus ook al daarvoor. In Nederland kregen we in 1581 ook een soort mensenrechtenverdrag. Eigenlijk was het een onafhankelijkheidsverklaring. We maakten ons los van de Spanjaarden. En dat werd in Den Haag destijds ondertekend en kreeg de naam het Plakkaat van Verlating. Met erin onder andere ook de recht van het volk. De demos, daar komt ook het woord democratie vandaan, het volk om de vorst af te zetten wanneer deze zich als een tiran gedroeg. En zo staat het er ook in. Een vorst staat er in dat plakkaat. Een vorst is door God aangesteld om heerser over zijn volk te zijn.
het tegen onderdrukking en geweld te verdedigen als een herder zijn schaap. Dat is eigenlijk een gedeelte wat voortkomt ook uit een Bijbelgedeelte. Staat in Romeinen 13. En dan gaat het verder. En wanneer hij, deze vorst, zich niet zo gedraagt, maar hen onderdrukt, dan is hij niet langer een vorst, maar een tiran. En dan mogen zij wettig overgaan tot de keuze van een andere vorst. Dus eigenlijk een verzet tegen de heersende macht, wat vaak in handen was van een vorst of een koning die alles bepaalde, naar, ja, dat is prima als hij dat doet, maar als hij het te bond maakt of als hij niet meer doet wat we eigenlijk het liefste zien dat hij doet, ja, dan willen we toch als volk hem kunnen afzetten. Dus de demos, het volk, democratie, moet dat dan kunnen veranderen. Nou, dat plakkaat van verlating diende Thomas Jefferson weer tot inspiratie voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring van 1776, waarin ook veel rechten van de vrije burgers, of van de burgers, hè, niet iedereen was vrij. De slavernij was toen nog actueel, die werd een klein 100 jaar later pas afgeschaft. Maar veel van de rechten van de burgers werd vastgelegd. En deze Amerikaanse verklaring, en zo rolde het hele wereld over, was weer een voorbeeld voor de verklaring van de rechten van de mens en de burger uit 1789, die direct weer verbonden was met de Franse Revolutie. Waar ze gingen voor vrijheid, voor gelijkheid en broederschap. Vonden jullie geschiedenisles leuk vroeger op school? Of? Ja, dan ga ik nog even door. Nou nee hoor, ze wil het niet te lang meer maken. De universele verklaring van de rechten van de mens is niet zomaar tot stand gekomen. Dat was niet even, we gaan er een weekje voor zitten en we schrijven wat dingen op. De politiek filosoof professor Morsink heeft daar een heel boek over geschreven, hoe dat tot stand is gekomen. En daar staat onder andere dit in. Aan de tekst werd gewerkt door een grote verscheidenheid van mensen. Het is ook niet een beetje een westerse wereldverdrag. Tot de grondleggers behoren de Amerikaanse presidentsweduwe Eleanor Roosevelt, een Canadese jurist, een Franse jurist. En leden van de redactiecommissie waren verder een Libanese rechtsfilosoof, een voormalig Tsjechische president, een links-Chileense diplomaat en een Panamese rechtsgeleerde. Verder werkten onder meer een Chinees, een Uruguayaan, een Iranier, een Mexicaanse en een Indiaanse diplomaat aan de voorbereidingen van de tekst mee. En ook de eerste Russische gedelegeerde toonde zich coöperatief. Dus een heel breed spectrum van mensen van over de hele wereld die daaraan hebben meegewerkt. Hij schrijft verder: de universele verklaring van de rechten van de mens is gebaseerd op rechtsnormen uit de hele wereld. De redactiecommissie deed een uitnodiging uitgaan naar vertegenwoordigers van alle stromingen, religies en ideologieën en verwerkte honderden reacties. Onder meer die van Gandhi kregen veel aandacht. Nou, uiteindelijk leverde dat 30 artikelen op en een soort uitgebreid voorwoord. En in die 30 artikelen zijn zo'n 65 verschillende rechten van de mens beschreven. Dus een behoorlijk lijvig verhaal is het geworden. De eerste 21 artikelen hebben betrekking op meer burgerrechten en politieke rechten, en daaronder integriteitsrechten, zoals recht op leven, het kwam net in het lied voorbij, op erkenning als persoon voor de wet, op vrijwaring van marteling. Enkele artikelen formuleren de hoofdlijnen van een democratie, want dat zit er wel heel duidelijk in. Recht op inspraak in bestuur, gelijke benoeming in openbare functies en stemrecht en vrije verkiezingen. En de overige artikelen gaan meer over economisch, sociaal, culturele zaken en grondrechten. Onder meer het recht op werk, op rust, op vrije tijd, beloning, sociale zekerheid, onderwijs, huisvesting en medische verzorging. Nou, het nummer Human Rights, waar we net naar hebben geluisterd, gaat, en dat was wel helder, over deze rechten van de mens, over deze universele verklaring van de rechten van de mens. En het nummer begon zo: heb je ooit deze droom gehad? Eén waar we allemaal gelijk behandeld worden. Dat is natuurlijk ook een enorm thema in Black Lives Matter op dit moment. He, gelijke behandeling, onafhankelijk van ras of cultuur of geloof of wat dan ook.
Heb je ooit een droom gehad, één waar we allemaal gelijk behandeld worden? Heb je ooit die dag gewenst waarin haat wegsmelt en waar liefde de weg is? Weet dat je niet alleen bent. Jouw visie, schrijft de tekstschrijver of de zangeres, jouw visie deel ik. Luister gewoon naar deze woorden. En weet dat er mensenrechten zijn. En ze zijn gratis. Dus luister goed, want ze zijn voor jou en mij. Ja, de intenties van de schrijver van dit nummer, maar ook de intenties van de ontwikkelaars, de opstellers van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, begrijpen we allemaal. En ik hoop dat we het verlangen ook allemaal delen. Het zijn waarschijnlijk dezelfde verlangens die heel universeel zijn voor de mens in het algemeen. Maar. En mijn maar, ik moet je er bijna voor waarschuwen, want het kan best een soort van verrassend of chockerend zijn als ik dit zeg. Alle goede intenties ten spijt. Deze verklaring, ben ik van mening, heeft meer schade aangericht dan dat het goed heeft gedaan. Ik zeg dus niet, het heeft niets goeds bewerkt. Dat zeg ik niet. Het is een beetje als de coronamaatregelen, zou je kunnen zeggen. We nemen maatregelen, maar het kan wel eens zijn dat de gevolgen van de maatregelen veel ernstiger zijn dan dat wat we ermee voorkomen. Dat weten we als we wat verder zijn. En hier nogmaals, ik zeg niet dat het niets goeds heeft gedaan en niet nog steeds goede dingen kan bewerkstelligen, maar dat het meer schade heeft aangericht dan dat het goed heeft gedaan. En ik ga je natuurlijk zo ook uitleggen waarom ik die mening ben toegedaan. Misschien kom je hier al langer, zit je hier vaker in het verleden. Misschien ben je op zoek, hè, zoals net de op zoek naar Godcursus werd aangekondigd. Nou, dan ben je op een goede plek, want we willen heel graag in deze diensten, op deze meetings op zondagochtend, iets delen van de liefde van God die we zelf in ons eigen leven hebben ontdekt. Dat wil niet zeggen dat als je gelovig bent, dat je niet welkom bent. Je bent van harte welkom. Maar deze bijeenkomsten organiseren we in eerste instantie voor mensen die misschien niet gewend zijn om naar een kerk te gaan. Of vragen hebben. Of geconfronteerd worden misschien wel juist rondom deze coronatijd over, ja, waar zijn we eigenlijk naartoe onderweg? En stel dat mij wat overkomt, is er meer tussen hemel en aarde of wat dan ook? Het zal je niet verbazen dat ik in God geloof. En voor mij is dat een proces geweest ook. Ik was 29 toen ik tot geloof kwam. En dat was op dat moment veel meer dat wat ik in anderen zag, wat me jaloers maakte, dan dat ik door bijbelteksten of zo overtuigd raakte. Maar ik raakte er wel nieuwsgierig door. En hoe verder ik kwam, hoe meer ik ook door wat ik zag en ook wat de wetenschap allemaal uitvindt, tot ontdekking komt, ja, het kan gewoon, voor mij althans, niet anders zijn. Er moet een hogere macht of intelligentie zijn die ten grondslag ligt aan deze wereld waarin wij leven. Zoveel moois wat ontstaat, zoveel mooie dingen die functioneren, zoveel geniaals als we wat meer inzoomen op de mens, op het DNA, op bloemen, op natuur, op de hele, het heelal en de sterrenwereld. Voor mij kan dat geen toevallige samenloop van omstandigheden zijn. Maar een onvoorstelbare intelligentie die aan de grondslag ligt. En die, zoals de Bijbel zegt, als karakter, als aard, liefde is. En liefde brengt met zich mee dat het gepaard gaat met een vrije wil. Liefde en verplichtingen gaan niet samen. Liefde is onlosmakelijk verbonden met een vrije wil. En vanuit die vrije wil, dat vertelt de geschiedenis van de Bijbel, zijn er natuurlijk in de geschiedenis van de mensheid, maar ook daarvoor, keuzes gemaakt
die tegen die liefde ingaan en zich van God eigenlijk afscheiden. Dat is misschien ook wel de keuze in jouw leven geweest. In mijn leven was het dat zeker. Om God aan de kant te duwen en mijn eigen leven te leven. En in de geschiedenis, helemaal aan het begin, beschrijft de Bijbel één entiteit, een verheven engel, Lucifer wordt hij genoemd, die datzelfde deed. Vanuit vrije wil, hoogmoedig werd en zich boven God wilde verheffen. En daarmee eigenlijk een scheiding veroorzaakte tussen God en hem. En daardoor kwam het kwaad op de wereld. Want zijn doel is geworden om kapot te maken wat God heel maakt. Kapot te maken wat God heeft gecreëerd, moet ik zeggen. Jezus spreekt over deze entiteit als volgt. Hij zegt van hem, hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij heeft nooit aan de kant van de waarheid gestaan, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij zoals hij is, want hij is een aartsleugenaar. Hij is de vader van de leugen. En Jezus spreekt hier over wat we misschien wel kennen als term duivel. In het Grieks is dat diabolos. Hij die de zaken verwart. Hij die de dingen door elkaar gooit. En over deze duivel zegt Paulus. Paulus was in eerste instantie leefde rond de tijd van Jezus. En hij verzette zich erg tegen alle volgelingen die achter Jezus aanliepen. Hij probeerde ze ook gevangen te zetten. En vervolgde ze zelfs ook in andere plaatsen. Hij kwam ook op latere leeftijd tot geloof en werd een kerkstichter juist. En veel van zijn brieven die hij aan kerken schreef, staan ook in de Bijbel. En in één zo'n brief staat Satan. Hij schrijft geen duivel, hij schrijft Satan. Dat is de Hebreeuwse naam. En dat betekent tegenstander. Satan zelf kan zich voordoen als een engel des lichts. En hij waarschuwt als het ware. Hij zegt, die entiteit die erop gericht is om het mooie van God kapot te maken, inclusief de mens, en de mens te verleiden zich van God af te keren, die kan zich voordoen als een engel des lichts. Je kunt aan de buitenkant bijna niet zien dat je te maken hebt met een hele andere macht. En daarom kan de mens, en het geldt voor ons allemaal, voor zijn eigen idee goede dingen doen vanuit hele goede intenties, maar toch een tegenovergesteld effect creëren. Die uitwerking kan het kwaad op de mens hebben. En de tegenstander van God weet het kwaad zo te verdraaien, zo om te keren dat het waarheid lijkt en dat het goed lijkt, terwijl het in wezen een leugen is die je in de problemen brengt. Heel klein, misschien wel heel raar voorbeeld van zo'n verdraaiing gaat over spreekwoorden en gezegden. Een heleboel spreekwoorden en gezegden die wij op school leren of die we kennen, die komen uit de Bijbel. Maar door een kleine verdraaiing kan het een hele andere betekenis krijgen dan in de Bijbel bedoeld is. En dan bedoel ik niet die zogenaamde grappige verdraaiingen die je hebt van spreekwoorden. Beter één vogel in de hand dan de lucht van 10, bijvoorbeeld. Wie een kuil graaft voor een ander is een werknemer. Of oost-west, thuis is ook niet alles. Of zoals klokje thuis tikt het overal. Nou, dat zijn ook verdraaiingen, maar dat is meer grappig, hè? Of vrouwen maken meer kapot dan je met alcohol goed kan maken. Dat is niet waar, dat is een verdraaiing, heb ik gezegd, hè? Dus nee, niet mee terugkomen straks. Ik geloof daar helemaal niks van. Ik bedoel dan een spreekwoord bijvoorbeeld, wat we allemaal kennen waarschijnlijk. Wat gij niet wil dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Precies. Wat gij niet wil dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Maar dat is niet wat er in de Bijbel staat, dat is origineel. In de Bijbel staat, wat gij wil dat u geschiet, doet dat een ander. Dat is 180 graden andersom. Dat is niet passief en zo van, oké, ik zal een ander niet doen wat ik zelf ook niet wil. Nee, dat is een actieve houding om het goede te doen voor je naaste. Wat gij wil dat u geschiet, doet dat een ander. En
het is een nuance die je bijna niet in de gaten hebt, maar die toch de betekenis helemaal verandert. En zo werkt dat. Het zijn soms maar subtiele verschillen, maar die een groot effect hebben. Waarom denk ik dat de universele verklaring van de rechten van de mens meer schade heeft aangericht en nog aanricht dan dat het goed doet? Dat is omdat de doelen die met deze verklaring worden nagestreefd, en die doelen zou je zo kunnen samenvatten in liefde, zeg maar, zoals in het lied ook. In compassie met mensen, in bewogenheid, in bescherming van de zwakken, in omzien naar je medemens. Maar deze doelen, die allemaal stuk voor stuk goed zijn, worden nooit bereikt met rechten. Nooit zal rechten samengaan met het verwezenlijken van deze doelen. Liefde en rechten zijn vijanden van elkaar. Staan haaks tegenover elkaar. Probeer rechten maar eens toe te passen in je vriendschappen, of in je relaties, of in je huwelijk. Probeer het maar eens in je huwelijk om rechten toe te passen. Ik wens je veel succes. Het wordt een kort huwelijk. Het kan niet. Je kunt niet van iemand claimen dat hij je lief heeft. Je kunt niet van iemand claimen dat hij dingen doet die uit die liefde voortkomen. Liefde heeft een hele andere richting. Liefde is gericht op het geluk van de ander en gaat vanuit Bijbels perspectief niet uit van rechten, maar vanuit plichten, verantwoordelijkheden. Jouw verantwoordelijkheid naar de ander toe, niet het recht wat de ander claimt naar jou toe. Veel van de thema's die bij de universele verklaring van de rechten van de mens voorbij komen, zijn prima om na te streven. Prima, hartstikke mooi. Maar de oplossingsrichting is fout. Het is maar een subtiel verschil, maar dat kleine subtiele verschil maakt dat de uitwerking totaal verkeerd gaat. Rechten gaat samen met eisen, met claims, met ikgerichtheid, met individualisme, met eigen gerechtigheid. En dat leidt juist tot weerstand, tot opstand, tot ruzie, tot rellen, tot haat. Dat is wat rechten doen. Ik denk dat juist door de focus op rechten steeds zichtbaarder ook wordt in deze tijd waarin dat steeds meer een rol gaat spelen, steeds zichtbaarder wordt wat in de Bijbel over deze tijd is voorzegd. Er staat dit. Paulus schrijft dat aan zijn leerling Timotheus. De mensen zullen egoïstisch zijn en om geld belust, verwaand en hoogmoedig. Dat doen rechten zeker. Anderen beledigen, wat wij vroeger smaad noemden, heet tegenwoordig vrijheid van meningsuiting. Anderen beledigen en hun ouders de gehoorzaamheid weigeren. Ze zullen ondankbaar zijn, niets heilig achten, geen gevoel tonen en onverzoenlijk zijn. Kwaad spreken, zichzelf niet beheersen en wreed en onmenselijk zijn tegenover anderen. Verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, meer gehecht aan genot dan aan God. Weet je, onze wereld, maar ook jouw persoonlijk leven, want het is moeilijk om het even over de wereld uit te rollen, maar dat is wel het mooie van liefde, daar kun je namelijk zelf mee beginnen. Dus het enige die het kan doen, ben jij zelf. Waar deze wereld dringend om verlegen zit, dat is een universele verklaring van liefde, van verantwoordelijkheid die we nemen als mens ten opzichte van onze naasten. Niet, ik zeg tegen jou waar ik recht op heb, wanneer ga je dat voor mij doen?
Ik heb recht op dat. Ik heb recht op zus. Wanneer kom je eindelijk af? Nee. Liefde is gericht naar de ander toe. Liefde is gericht op het geluk van de ander. In de universele verklaring van verantwoordelijkheid van de mens staat liefde centraal. En Paulus zei over de eigenschappen van liefde het volgende. Hij zei, liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde is niet jaloers. Vervalt niet in grootspraak, in hoogmoed, in eigendunk. Ze gedraagt zich niet grof. Ze is niet uit op het eigen belang. Liefde is nooit egoïstisch. Ze raakt niet beledigd. Ze rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over onrecht. Maar ze vindt vreugde in de waarheid. Ze kan alles verdragen. Ze blijft geloven. Ze blijft hopen. Nooit geeft ze het op. Dat is wat de wereld nodig heeft. Dat is wat wij als mensen nodig hebben, willen we het tij keren. De Bijbel heeft het nooit over rechten. Nooit. Altijd over de verantwoordelijkheid die je hebt ten opzichte van je naaste. Wij leren kinderen, zulke snotapen, op de lagere school de rechten van het kind. We maken ze koning en bodybuilder, zoals de plaatjes af en toe voorbij komen. Het is een vast onderdeel van het lesprogramma. En wat denk je dat de kinderen met deze kennis gaan doen? Inderdaad, daarmee gaan ze hun rechten claimen. We creëren eisende, brutale, hoogmoedige en claimzieke kinderen die een grote mond opzetten tegen hun leerkrachten en ouders en politie en daarmee niets anders doen dan dat wat we ze geleerd hebben, namelijk op te komen voor hun rechten, vrijheid van meningsuiting en noem allemaal maar op. Dat is wat we ze hebben geleerd. En natuurlijk, snap ik ook, geldt niet voor alle kinderen en niet alle kinderen gaan er op deze manier mee om. Maar als je dit maar vaak genoeg hoort, als dit je systeem wordt op de lagere school, de middelbare school, een hogere opleiding als je daar komt of wat dan ook, is dat je denkkader waarvanuit je leeft. Ook hier weer, we moeten volgens mij niet kinderen hun rechten leren, maar mensen die met kinderen omgaan, ouders, leerkrachten, wie dan ook, hun plichten en verantwoordelijkheden ten opzichte van dat kind. En daar moeten we op toezien. Dat dat wordt nageleefd. Je zou kunnen zeggen, maar het is op zich toch niets mis mee wanneer kinderen weten dat ze wat ze van volwassenen mogen verwachten. In wezen kun je dat zeggen, maar helaas is in de mens ingebakken om dan toch te gaan claimen. Toch rechten naar ons toe te willen trekken. En nogmaals, het heeft altijd een averechts effect op de relatie. Dus verantwoordelijkheden vanuit liefde zijn altijd beter dan recht. En nogmaals, de hele Bijbel gaat over die verantwoordelijkheden. Al die teksten die daarover gaan, zouden trouwens ook in de Bijbel, in de Bijbel komen een heleboel teksten voor die gericht zijn op wat is nou je verantwoordelijkheid ten opzichte van je naaste, ten opzichte van je kinderen, ten opzichte van je werknemer, ten opzichte van de overheid, ten opzichte van je vrouw of ten opzichte van je man? Al die dingen zouden niet eens in de Bijbel hoeven staan als liefde de enige drijfveer van de mens zou zijn. Maar de mens is van nature, zeker voor een deel, egoïstisch. En daarom hebben we al die handreikingen wel degelijk nodig. En soms doen we zelfs goede dingen, maar nog steeds vanuit egoïstische motieven. Jezus zei op een gegeven moment tegen zijn leerlingen, wees goed voor andere mensen. Maar doe dat niet om iedereen te laten zien hoe geweldig je bent. Doe dat niet voor de likes op je Instagram of de hartjes of je TikTok of weet ik veel wat je tegenwoordig allemaal hebt. Om daarop gezien te worden, of Facebook.
Nee, als je een bedelaarstad hier iets geeft, laat het dan niet aan iedereen weten. Er zijn heilige mensen in de synagoge en op straat doen dat wel. Want ze willen graag door de mensen geprezen worden. Ze willen de likes ontvangen. En op een gegeven moment kwam er een vraag bij Jezus van verschillende mensen. Wat is nou dan het allerbelangrijkste? Welke wet of welke regel, welk kader is dan het belangrijkste? En Jezus vat het zo samen. Heb de Heer, uw God, uw schepper, lief met heel uw hart en heel uw ziel en met heel uw verstand. En moet uw naaste lief hebben als uzelf. Alles in de wet, alle wetten, maar ook alle profeten, staat hier, alles in de wetten en in de profeten, hangt af van deze twee geboden. Het gebod om lief te hebben en om daar bewust mee bezig te zijn. Of het nou in een huwelijk is, ik zeg altijd, trouw niet om gelukkig te worden, maar trouw om gelukkig te maken. Dat is de enige manier om gelukkig te worden. Als je in een huwelijk gericht bent op je eigen geluk, of vindt dat je recht hebt, dat je vrouw van allerlei dingen doet, of je man van allerlei dingen doet, wees gericht op het geluk van de ander. Alleen daar ben je als mens bij gebaat. En volgens mij gaf Jezus zelf het ultieme voorbeeld van deze liefde. De mens heeft volgens de Bijbel het liefdegebod van God niet bepaald waargemaakt. Er zit iets in ons als mensen, de Bijbel noemt het begeerte, een verlangen soms om dingen te doen die haak staan op liefde en haak staan op God uitgangspunten. En ja, dat heeft een grote impact gekregen. Paulus schreef, alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. En daardoor is er tussen God en de mens eigenlijk een onoverbrugbare kloof gekomen. De mens die zich eigenlijk verbond aan de wil van het kwaad. En God die onlosmakelijk, of God die niet verbonden kan zijn met het kwaad en de mens daarachter liet. Een onoverbrugbare kloof tussen God en de mens. Het refrein van het nummer Human Rights kwam net voorbij. Did you know you got a right to life? Je hebt recht op leven. Nou, volgens de Bijbel ligt dat anders. Vrij pittige tekst die Paulus schrijft op een gegeven moment aan gelovigen, waar hij zegt, nee, het loon van de zonde, zegt hij, het loon van dat doen wat haak staat op de liefde van God, is de dood, is een scheiding tussen God en jou. Niet dat je dood neervalt, want dan zou het allemaal niet meer zijn, maar is een geestelijke scheiding tussen God en de mens. Maar gelukkig houdt de tekst daar niet op. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwig leven in Christus Jezus, onze Heer. Jezus kwam naar deze aarde om het grootste probleem van de mensheid, namelijk het feit dat we van God losgeraakt waren, te herstellen. En de prijs van de zonde, van onze zonde, te betalen met zijn eigen leven, waardoor er weer een connectie mogelijk werd tussen God en de mens en eeuwig leven in zicht kwam. Eeuwig leven is voor ons een heel ingewikkeld concept. Wat is eeuwig leven? We streven er wel naar. Ik las laatst een artikel vanuit een wetenschappelijk blad waar stond, de eerste mens die 1000 wordt, is geboren. Oftewel, de wetenschap gaat ervan uit dat ze in staat zijn om zoveel te creëren dat het ouderdomsproces zo wordt opgeschort dat de mens makkelijk 1000 kan worden. We doen er van alles aan om eeuwig te kunnen leven. Althans, wanneer we gezond blijven en wanneer het leven een beetje leuk is en zo, want anders dan willen we er graag uit. Maar eigenlijk belooft God en zegt God, ik heb mijn zoon, de Heer Jezus, naar deze wereld gestuurd om dat probleem van de dood, dat probleem van dat kwaad wat ieder mens probeert vast te houden in de dood, eens en voor altijd op te lossen. En daarna zal de wereld worden zoals ik die heb bedoeld.
En dan staat er, God wil dat alle mensen worden gered en die waarheid, de waarheid leren kennen. Niet de leugen van het kwaad geloven, maar de waarheid van God leren kennen. En de waarheid is dat God eeuwig leven heeft gecreëerd. En dat er over de grens van de dood, wanneer je hier je verbindt met God door dat wat Jezus heeft gedaan, wanneer je dat offer wat Jezus heeft gebracht aanneemt en ervoor kiest om hem te gaan volgen, mag je zeker weten dat als je hier je laatste adem uitblaast, dat je zult gaan naar een plek waar geen dood en geen verdriet, geen oorlog, geen tranen meer zijn. Net zoals God deze wereld ook heeft bedoeld. En God wil je dat eeuwig leven geven. En dat niet alleen, maar ook hier en nu. Al laat ervaren wat het betekent om een kind van God te zijn. Om die hoop te hebben voor de toekomst. Om rust en vrede te hebben. En om zijn onvoorwaardelijke liefde ook te leren kennen. Ik wil graag afsluiten met gebed. Liefdevolle God en Vader, ik wil u danken voor dat wat u aan ons wil geven. Eeuwig leven. En ook hier en nu al een leven waar we uw liefde mogen leren kennen. Waar we hoop mogen krijgen voor dat wat er in de toekomst staat te gebeuren. Heer, ik wil u danken dat u ons uw woord, de Bijbel, heeft gegeven. Waar we zo nauwkeurig kunnen nalezen wat waarheid is. En iedere keer merk ik in mijn eigen leven dat het waarheid is. Dat het werkt, zoals u het zegt. En dat zichtbaar is in de tijd en de tijden die geweest zijn. Dat wat u belooft en voorzegt ook uitkomt en gebeurt. Ik wil u bidden, Heer, of u ons wilt helpen om iets te begrijpen van wat er vandaag voorbij is gekomen. Heer, dat het niet maar een afzetten is tegen iets wat er in de wereld belangrijk is. Nogmaals, heel veel dingen zijn herkenbaar vanuit uw woord. Dat we goed omgaan met onze naasten. Dat we zorg hebben voor elkaar, dat we liefde hebben voor elkaar. Dat er bescherming is. Ja, maar u reikt een andere weg aan en dat is de enige weg die werkt. Al het andere maakt het alleen maar killer en harder en liefdelozer. En ondanks het feit dat ook daar goede dingen uit voortgekomen zijn, wat ik aan het begin al zei, Heer God, dat lees ik in uw woord ook. Het wil niet zeggen dat het niet uiteindelijk tot veel meer schade leidt. Ik wil u zo bidden dat we iets van die boodschap mogen overdenken, mogen bij stil mogen staan. Ik wil u bidden, Heer, dat we tot een punt zullen komen waar we uw uitgestrekte hand willen aanpakken. Als u zegt, kom, ik hou van je, ik ken je, ik weet wat je in je leven hebt gedaan, maar door dat wat mijn Zoon, de Heer Jezus Christus, op aarde heeft gedaan, wil ik je zonde vergeven. Bekeer je, heb berouw. En volg mij. Heer, ik wil u bidden voor de tijd die voor ons ligt. Voor de uitdagingen die we nog hebben in Nederland en wereldwijd. Voor onze overheid die daarin keuzes moet maken die best heel lastig zijn. Heer, ik wil u bidden voor wijsheid. En voor kracht om het vol te houden. En kracht om alles nog te kunnen dragen wat er op ons af gaat komen. Heer, wilt u ons zo voorgaan en leiden. En ik hoop, Heer, dat meer en meer mensen een vertrouwen op u zullen stellen. Als vaste rots. En als bestendige toekomst. Dat bid ik u zo in Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren naar een lied. En dat heet Toon mijn liefde. Eigenlijk een opdracht aan de mensheid. En zeker aan de kerk. Dat is ook wat wij hier als kerk graag willen doen. Gods liefde tonen aan de wereld. Maar ik hoop dat we met steeds meer mensen daarbij
gaan aansluiten. Toon mijn liefde. Leuk dat je keek naar de basisdienst van deze week. We helpen je graag om een volgende stap te zetten. Ga naar basis.cc/next, waar je alle informatie vindt om jouw volgende stap te zetten of om met ons in contact te komen. Maar voor nu, tot volgende week.